Mark, goedemiddag. Goedemiddag, Pieter. Hi. Hoe maakt u het? Ja, goed man. Goed. Mooie vissenkom heb je daar staan. dat mag je nooit zeggen, vissenkom. Dat noemen wij een aquarium. Vissenkom is zo'n rond ding waar huisvrouwtjes goudvissen in hebben zitten. He, zo, wij noemen dat aquarium. Hey Mark, ik bel je even omdat jij gaat vrijdagochtend, als het goed is, vlieg jij naar het beloofde land. Yes, de ultieme droom. De ultieme droom, dat is meteen wat een afvraag. Je gaat het natuurlijk ook een main event vinden. Ja. Is dat altijd al een droom geweest? Ja, het is heel simpel. Ik heb twee dingen op mijn bucketlist. En één daarvan is deelnemen aan het WSOP main event. En tweede is main event winnen? Precies. Heel goed, Pieter. Je kent het. Ja, dat, zeker, zeker. Je kent me te goed. Ja, ik heb niet te vaak commentaar over. Ja. Nee, klopt. Ik kan me ook geen andere dingen verzinnen waarvan ik denk, nou, dat wil ik ooit nog in mijn leven doen. Ik heb gewoon ook al wel een hoop dingen gedaan die ik wilde doen. En ik ben niet per se extreem reislustig of zo, dat ik zoiets heb van, ik wil nog een keer naar Tokio. Dat heb ik allemaal niet. Ik wil naar Vegas. En ik wil het WSOP main event spelen en het liefst ook winnen. Cool. Nou, het spelen gaat gebeuren. Het winnen, daar gaan we een beetje van uit. dat hebben we niet zelf in de hand. Ik ben vrij geheel over mijn kansen. Er doen nog 7000 mensen mee die denken dat ze gaan winnen. Dus het blijft een pokertoernooi. Dus we moeten gewoon ook een beetje runnen. Ja, ja, dat is zeker waar. Wat dat betreft, de Nederlanders hebben natuurlijk al een redelijke zomer. In die zin, er zijn niet heel veel Nederlanders, want het is natuurlijk belastingtechnisch een verhaal om daar lekker een hele serie te gaan spelen. Ja. Maar Tobias Peters deed het al even een beetje voor samen met Paul van der Gaal. Ja, heb je dat, nog ja dat was een leuke. Heb je dat gekeken? Nee, ik kijk de live reports, lees ik vooral. Dat kijken ben ik echt nog heel weinig aan toegekomen. Je vertrekt op vrijdagochtend vlieg je. We willen alles weten, hè? Dus met wie vlieg je? Wanneer land je? Welk hotel? Oké. Okay. Nou, het is wel leuk, want ik ga echt met een leuke groep gasten. De jongens met wie ik ook heel veel over poker praat. En met wie ik naar heel veel toernooien toe ga en zo. Dat zijn Joris Ruijs, Kees van Brugge en Michiel Broski. Voor ons allemaal die, ja, allemaal main event spelen. Allemaal eerste keer. Voor de meeste van ons ook gewoon eerste keer in Vegas zelfs. Dus best wel bijzondere ervaring. En heel leuk dat ik dat met die gasten ga delen ook gewoon. Dat we dat samen meemaken voor het eerst. Vind ik wel echt vet. Ja, tof. Jij bent vooral met Joris weet ik al heel lang vriend. Eigenlijk sinds de eerste keer dat jij live hoorde. En de eerste keer dat Joris een live hoorde. Ja. Maart 2010, denk ik. Zoiets, ja. Ja, klopt. Ja, klopt. En het is heel, heel typisch dat we kennen elkaar zo lang. En we hebben samen die reis een beetje beleefd ook. Beter worden in poker, meer spelen. En inmiddels gewoon allebei al flink wat jaren professioneel poker. Maar eigenlijk heel gek dat we dus allebei nog nooit de WSOP hebben gespeeld in Vegas. Dat zo lang heeft moeten duren eigenlijk. Hoe komt het? Is dat dan toch een te grote financiële stap om daar naartoe af te reizen? Of is het een belastingtechnisch aspect? Of wil je gewoon niet weg uit de heide? Ja, ik kan die vissen moeilijk alleen laten. Nee, uiteindelijk, weet je, het is best wel moeilijk. Iedere keer ga ik tegen mezelf zeggen, ja, belasting en hele vlucht en verblijf daar. En ik verzin ieder jaar weer een excuus waardoor ik toch op het laatste moment maar niet ga. Dan ieder jaar zeg ik, ja, dit jaar ga ik. Maar dan komt er niet van. En om dat nou te voorkomen, hebben wij gewoon een half jaar geleden of zo hebben we tegen elkaar gezegd, jongens, we moeten echt naar Vegas dit jaar. En we hebben toen gewoon meteen een Airbnb geboekt. Zo van, we kunnen niet meer terug. We hebben verblijf is betaald. En het is niet goedkoop, het verblijf. Dus we moeten gaan. En er is een mooie stok achter de deur. Nou ja, een maand geleden vlucht en zo geregeld. En nu ja, zijn we klaar. Ik zag er nog een mooie tweet over die vlucht. Die heb je echt als een echte timer afwachten. Nou, ik vind dat echt een sport om dan op
ja, die laagste prijs te vinden. Het is echt een uitdaging. Heel veel mensen weten niet hoe dat allemaal precies werkt. Maar wat heel belangrijk... Nou ja, wat heel belangrijk is dat je computer die slaat die cookies op als je een website bezoekt. Dus als je aan het zoeken bent naar vluchten van Vegas, dan weten de aanbieders dat jij aan het zoeken bent. En de wet daarom is veranderd. Op het begin was het echt zo dat de maatschappij letterlijk dan jou een hogere prijs lieten zien. Omdat ze wisten van, jij wil daarheen. Dus we bieden jou een hogere prijs en hopen dat je daarin trapt. Dat mogen ze volgens mij niet meer doen. Hoe het nu precies zit, weet ik niet. Maar het is wel zo dat hoe meer mensen zoeken... En hoe meer cookies worden opgeslagen, weet ik veel wat... hoe duurder al die dingen worden. Bij hotels en zo is het nog steeds zo. Dat als jij consequent zoekt naar hotels... dan als jij constant aan het kijken bent naar hotels in Vegas... gaat de prijs omhoog. En daarom wil je ook altijd... het liefst wil je zeg maar zoeken op één computer... op één IP-adres... en dan vanaf een ander IP-adres weer... boeken en zo, omdat je dan vaak goedkoop rijdt. Maar goed, dat is één aspect. Tweede aspect is, die vluchtprijzen, dat is net de aandelenkoers. Dat gaat iedere dag op en neer, afhankelijk van de vraag die er is. Wat gaat de prijs omhoog en omlaag? En nu, op sommige sites kun je abonneren op een prijsalert en dan krijg je gewoon dagelijkse melding van, vandaag is hij omlaag of omhoog. En dan zie je op een bepaalde trend en dan zie je dat hij aan het zakken is. En op het moment dat ik denk van, nou, dit is het laagste wat hij gaat, dan sla je toe en dan heb je de goedkoopste vlucht. En uiteindelijk zijn we nu iets meer dan 400 euro kwijt retour. En dat is in deze periode. In deze periode is dat heel weinig. Ja. De meeste mensen die nu naar Vegas vliegen zijn toch wel 1000 euro kwijt vaak. Okay. Yes, echt een grijner. Ja, je zei even terug van het is voor de meeste van onze eerste keer in Las Vegas. Maar heb jij natuurlijk een beetje vastgevoerd. Ja, nou ja, kijk, mijn vriendin pookt natuurlijk ook en die is al vaak in Vegas geweest. En die had graag gezien dat we er samen heen gingen. Alleen ja, ze zit met haar werk en ze heeft gewoon niet de mogelijkheid om zo lang naar Vegas te gaan. Dus we hebben afgesproken van nou, we gaan eerst wel een keer samen. Hè, dan hebben we die ervaring en dan kan ze mij daar wat dingen laten zien en dat vindt ze dan wel leuk. En dan zat ze iets van, dan gaan we eerst samen en dan kun je daarna met je vrienden. Dus ik ben in maart ben ik een paar weken met Rianne erheen geweest. En ja, dat was een leuke ervaring. En ik ben blij dat ik die voorbereiding heb. Dan heb je toch al minder ook de behoefte om echt Vegas actief te gaan verkennen of zo. Kun je gewoon wat meer focussen op werkzaamheden in trio, zeg maar. Ja, dan had ik niet de indruk dat je echt heel veel Vegas hebt verkend. Afgaande op je tweets en dingen, maar... Nou, ik ben nu aan de 3 dagen, aan de 2-5 dagen. Nou ja, maar maar dat zie ik ook wel eens verkennen. Dat je in al die verschillende casino's gespeeld en kijkt hoe pokerrooms verschillend zijn en zo. En ik had graag ook nog wat meer dingen eromheen gedaan, maar er ging iets mis met de autohuur. En, dus dat heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat we veel op de strip zaten. Oh ja. Waar verblijf je in Las Vegas? Dat heb ik dit heel afgelopen. Ja, zo'n Airbnb, dus een huis. Ja, dat zijn er geen hotel of zo. Dus ik zit van de strip af in een woonwijk. En ja, ik denk dat het goed is voor ons. Iedereen heeft zijn eigen slaapkamer, weet je wel. Je hebt wat, je hebt een zwembad en je hebt wat ruimte. En, ja, is wel prima. Toen ik jou leerde kennen, inderdaad weer in diezelfde markt als Joris, was jij natuurlijk een hele andere fase. Was je veel meer poker isolaat dan pokeraar, mag ik dat zeggen? Ja, maar dat ben ik nog steeds. Ja, ik beschouw mezelf nog steeds wel echt als een fan. Okay, daarom is dit ook zo leuk, weet je. Ik weet zeker, ik ga me niet normaal gedragen als ik veel Helmut of zo zie. Ik ga echt als een groepie staan van, hey, selfie, dit en dat. Ik ga echt niet het cool spelen zoals al die andere jongens. Ik ben echt fan van sommige pokerspelers. Ik ben echt een pokerliefhebber, weet je. En ik kijk die World Series kijk ik al jaren. Ik heb sommige seizoenen, zeg maar, heb ik 10 keer bekeken. En ja, met name die old school spelers vind ik echt vet. Buiten dat, wat ik van hun vind als kwalitatieve spelers, vind ik ze gewoon mediafenomenen. En dat vind ik mooi, weet je. Dat, dus je gaat wel zeker de poker doen. Een beetje wel, ja. Een beetje wel. Ik bedoel, ik denk als je bij iemand aan tafel zit dat je niet te veel prijs wil geven dat je echt dikke fan bent of zo. Maar als je iemand tegenkomt in als je ook een mooie wijfje aan hebt, dan ben je wel een beetje met de richting. Ja, misschien ook wel.
Daar heb ik ook al over na zitten denken. Om misschien van hoe kan ik het ultieme visimago wegzetten. Na de eerste 5 zat... met de man, denk ik. Ja, daar ben ik ook bang voor. Dus misschien moeten we die moeite maar niet gaan nemen. Het is niet je duurste toernooi ooit dat je gaat spelen, denk ik. Want je hebt volgens mij 10.000 euro bij Ironman. Ja, klopt. Maar goed, daar heb ik me toe via een satellite voor geplaatst. Ah, ja. Ook. Nou ging die sowieso wel spelen trouwens. Maar ja, oké. Okay. Nee, klopt. Maar ja, 10.000 euro, 10.000 dollar. Ja. Het is nog steeds wel iets aparts. En ik verkoop altijd procenten voor dure toernooien. Dus het is niet dat ik daar 10.000 in heb zitten. Maar, nee, dat was ja, een goed. Vraag. Maar je zit dan voor toernooien inderdaad waar je dan meer voor procenten verkoopt dan normaal gesproken. Ja, uiteindelijk valt dat wel mee. Ik heb niet zo heel veel verkocht. Ik heb 40% via een Facebookpagina verkocht. En dan nog een deel aan vrienden en nog wat geswapt en zo. Maar uiteindelijk heb ik nog wel een groot deel zelf. Groot genoeg deel. Ik ook, hè? Ja, je wil miljonair kunnen worden. Dus je wil ook niet te veel. ja. Dus je gaat er helemaal heen. Je maakt al die kosten. Dan moet er ook wel iets tegenover kunnen staan, weet je. Dat, Ja, precies. Eén ding dat ik me ook nog afvroeg is, dat hadden we het ooit een keer over in de app, denk ik. Dat jouw hond Milo gaat, neem ik aan, gewoon mee om lekker op schoot te zitten, toch? Ja, dat schijnt, hè, dat je die, die mag je in de, ja, in de zaal mag je ze meenemen. Nou, denk ik dat mijn hond het niet zo goed zou doen daar. Die zijn ja, veel te druk, veel te groot. Dat gaat niet lukken. Ik kan maar heus op de foto, de winnaarsfoto van Milo. Oh, ja. Dus Milo gaat niet mee, Mark? Nee, ja. Nee, het is sowieso met de vliegtuigen. Nee, beetje onhandig, dan moet hij 3 maanden in quarantaine, weet ik wel. Dus dat, beetje veel. Nee. Ja. Wees op PMW-event, is dat een toernooi waarvoor jij nog anders voorbereidt dan op andere toernooien? Ja, ik weet het niet. Enerzijds probeer ik het zoveel mogelijk als een normaal toernooi te zien. Ik denk als je het echt groot gaat maken in je hoofd, dan treedt er gewoon wel eens wat meer spanning op. Ik had dat bij de IPT in Barcelona, had ik dag 4. En toen werd ik ineens super onrustig. Ik weet niet wat het was, maar ik zat gewoon heel erg te denken van oh, het is een IPT en het is blablabla. En ik was knijter gespannen. En dat is gewoon niet goed. Dus dat wil ik een beetje voorkomen. En ja, helemaal kun je dat niet voorkomen. Want je bent gewoon een mens. En het is ook gewoon spannend. Maar goed, dus ik probeer niet te veel te groot te maken. Maar ik probeer me wel voor te bereiden op het feit dat het wel eens lang zou kunnen gaan duren. In de zin van, het is gewoon een deepstack toernooi. En het duurt, ja, wat is het? 8 dagen, 9 dagen of zo? 8, 9, het is nu een beetje vaag, want de November 9 is er niet meer. Dus je moet meteen door ook. Ja, want ja, vroeger was drie dagen rust. Ja, oké. Okay. Ja. Maar die rust zal relatief zijn, hoor. Het is een serieuze grind. En, dus waar ik me vooral in voorbereid is door proberen fit daarin te gaan, zover dat kan. Want zo fit ben ik niet. Maar ik ben deze week wat vaker geweest in tennis. Probeer gezond te eten. En, ja. Heel veel meer kun je denk ik niet doen. We zijn er op tijd. Dat scheelt ook. Hè. We vliegen vrijdag, maar ik speel waarschijnlijk pas wat is het, maandag of dinsdag of zo. Je weet nog niet welke dag het 1B of 1C. Nee, het heeft voor- en nadelen 1B of 1C. 1C verwacht ik een zwakker veld. Dat is een groter veld. En, dus dat is een goede reden om 1C te spelen. Plus heb je maximale rust vooraf. Het voordeel van 1B is dat je dan 2 rustdagen hebt in plaats van 1. Ja. Want je hebt dan dag, voor de mensen die het niet weten, dag 1A en 1B komen samen op dag 2A, zeg maar. 2A. En dan, ja, ik weet het ook niet. En dan de spelers van dag 2 of 1C, die komen op 2C. Dus, en dat betekent dus dat na dag 2 hebben de spelers van de eerste 2 flights hebben nog een extra rustdag voordat dag 3 begint. Ah, dus 1B heeft 2 rustdagen. Juist. Ja. Dus dat is de afweging van of je dat wilt of niet. Ik denk dat het zal waarschijnlijk toch 1C worden, denk ik.
Maar ik kijk de plek ook. Misschien voel ik me nog helemaal niet lekker op 1B of zo. Of, heb ik zoiets van. Dat je de kaart is natuurlijk ook een shit. Nou, nee. Nee, valt wel mee. Ik heb echt voor mezelf besloten dat deze trip om één toernooi draait. En ik kan me ook niet echt opladen, denk ik, om dan een 400 bounty te gaan spelen of zo. Ja, ik weet niet. Enerzijds speel je een toernooi voor miljoenen. En dan anderzijds, misschien klinkt dat raar, maar ik wil ook gewoon mijn energie er niet aan verspillen. Nee, dat vind ik eigenlijk belangrijker argument. Van ja, ik wil gewoon maximale focus op main event. En als ik er dan uit lig, ja, dan heb je kans dat ik nogal wat ga spelen. Maar dat plan ik niet, want dan wil ik gewoon niet. Wil ik gewoon niet over nadenken eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Nou, ik vind het heel leuk dat je gaat spelen. En ik ga het zeker volgen. Ik hoop dat je op de livestream gaat zien. Dat zou natuurlijk leuk zijn. Mag ik ook wel komen? Pieter, ik verwacht dat als ik die finale tafel haal, dat jij gewoon de eerste beste vlucht. Laten we lekker op de zaken vooruit lopen. Daar zijn we toch al van. Ja, daarom. Ik beloof je dat ik betaal het vliegticket. Nou, als jij maar zorgt dat je tijd maakt. Ik mag het, hè. Oké, komt goed. Ik krijg gewoon prijsuren. Ja. Oké, helemaal mooi. Oh, dus dat vliegticket kun je ook declareren. Ja. bij jezelf tegenwoordig. Ja, goed. Ja. Oké. Okay. Hey, bedankt voor je tijd, Mark. En we gaan elkaar de komende dagen. Goeie reis. Dankjewel. Dankjewel, Pieter. Yes, gaan we doen.